Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de game 2 Point Hospital. We gaan natuurlijk verder in ons ziekenhuis en wel ons derde ziekenhuis op dit moment. Want we zijn dit rustig aan het opbouwen en je ziet ook dat ons ziekenhuis best wel vol zit. Maar we hebben wel een aantal problemen. Dus ik zet hem heel eventjes op pauze en dan gaan we die problemen zo snel mogelijk zien op te lossen. Want ten eerste staat er een hele lange rij bij de psycholoog zoals je kunt zien. 7 mensen zitten te wachten. Dat is gewoon echt wel een hoog aantal. Als je het echt naar het ziekenhuis zou gaan, dan moet je ook echt letterlijk altijd 2, 3, 4 uur wachten. Maar in deze game is het niet handig als je mensen laat wachten, want dan worden ze boos. En als je ze te lang laat wachten, dan gaan ze natuurlijk ook dood. Omdat ze niet geholpen worden. Dus het is sowieso handig om dit zo snel mogelijk op te lossen. Maar blijkbaar is de persoon, de dokter die erbij hoort, is alweer terug. Die had namelijk een pauze genomen. Dus vandaar dat ook de wachtrij wat langer is geworden. Dus dat is sowieso gewoon een plusteken. Maar we moeten wel personeels gaan trainen in onze trainingskamer. Dus dat wil ik sowieso vandaag gaan doen. Want we hebben ook een challenge op dit moment. Dat wij 3 personeelsleden moeten gaan trainen. Dus dat is ook gewoon precies wat ik wil gaan doen in deze aflevering. Dus vind je dat leuk? Ram dat toetje subscribe op lijken of zou ik super doof vinden. Ja, misschien is het handig om een extra psycholoog te maken. Er zitten namelijk 9 mensen te wachten. Dat is wel echt heel erg veel. We hebben sowieso staff training required. Dat zullen we later even doen. Iemand wil ook gepromoot worden. Dat mag. Ik denk dat het handig is om een extra hij kan hier wel in het hoekje misschien. Een psycholoog. Kan dat in het hoekje? Nee, dat is maar 2. Oh. Dat is maar 2 breed. Dus dat gaat sowieso niet lukken. Nou, het gaat wel lukken als ik deze gewoon verplaats. Wacht. De gang hier is toch breed, hè? Ja. Als ik nou gewoon... Ik heb een ideetje. Verplaats even dat. We verplaatsen deze kamer letterlijk in zijn geheel eentje opzij. Daar. Dan is de ruimte ertussen gewoon nog groot genoeg. Dan kunnen we wel weer eventjes deze bankjes en alles terugzetten. Zo. We kunnen op zich hier ook wel mooi... Nee, we leggen daar geen raam. Dat is een beetje leem. En dan kunnen we hier wel een extra psycholoog neerzetten. Zo, kijk. Gewoon een raampje erin bouwen. Prullenbakje ernaast. Nou, een airconditioning kan er ook wel bij. En natuurlijk wel een plant er ook naast. Moet wel een beetje mooie... Oh, die past daar niet. Moet natuurlijk wel een beetje mooi zijn ingedeeld, of course. Zo, en we hangen nog een klokje op. Zodat ze op de klok kunnen kijken hoe laat het is. Hoppatee. Nice! Dan hebben we wel... Yes, dan hebben wij wel een extra dokter nodig met... kijk, hij heeft 2 psychiatrische skillsets. Kost wel echt heel duur, holy knetter. Oh, die is echt heel duur. 48.000 en we moeten sowieso 10.000 betalen om hem in te huren. Kunnen we denk ik beter voor hem gaan. Ja. Hij heeft namelijk 1 skillset. Ja. Boom. We gooien hem er gewoon in. Dan gaat de queue namelijk meteen minder groot worden. Want er wachten hier nu nog 4 mensen. En dan gaan hier nog... Oh, 1 iemand nu wachten. Dus er moet eventjes worden overgezet. Ja. Is het gebeurd? Ja. Hier wachten nu 3 mensen en hier wachten nu 4 mensen. Dus we hebben het eigenlijk eventjes op die manier opgesplitst. Anders wordt de wachtrij gewoon, ja, te groot. En een te grote wachtrij, dat is ook niet goed. Dus vandaar. Kan ik hier een bankje nog kwijt? Zilverbankje misschien. Ja, kijk. Nice. Awesome. Dope. Het begint wel een mooi ziekenhuis te worden, dit moet ik eerlijk toegeven. Hier hebben we ook een mooi chillhoekje natuurlijk bij de ingang. Oh, de receptionisten is weg. Nou ja, dat kan gebeuren. Die moet ook even pauze kunnen nemen natuurlijk. En we hebben een nieuwe challenge. Even kijken. Oh, dat is wel moeilijk. De challenge is om een level 4 clownkliniek te krijgen. Dan weet ik nu niet, welke level is deze?
Level 3. Oftewel, we moeten nog meer dingen erin gaan plaatsen om een level 4 te krijgen. Ik kan het wel proberen. Laten we het gewoon proberen, ja? Oké, we gaan de challenge aan. Challenge zijn we aangegaan. Een level 4 Cleaniclown plek hebben we nodig. Oké, wacht. Dat gaan wij fixen. Dan zetten we sowieso meer lampjes neer. Dit kunnen wij. Kan hier ook nog een lampje tussen? Nee, denk ik. Nee, oké. Kunnen we daar wel mooi de plant kwijt? Hij is bijna level 4 nu al. Dus het gaat wel de goede kant op. We kunnen hem sowieso level 4 krijgen. Een sweet dispenser. Dat hoort ook wel bij clowns, toch? Hoppatee. Level 4. Gewoon een extra kanonnetje neergezet. Hoppatee. Challenge gehaald. Level 4 clown kliniek. Awesome. Ik vind hem ook wel mooi ingedeeld nu, als ik eerlijk mag zeggen. Moeten ze langs twee kanonnen lopen, langs de sweet dispenser. Moeten ze wel gewoon de ballen hebben om het niet aan te raken. Want het zijn nou eenmaal clowns die hier veranderd worden in, ja, niet meer een clown. Maar dat moet wel goed komen, denk ik. Is de wachtrij hier al wat minder? 3 mensen te wachten en... ook 3 mensen te wachten, oké. Dan is het een beetje gelijk verdeeld. Ja, en ik denk dat het wel tijd is en handig is. Het is echt druk in dit ziekenhuis, by the way. Om wat mensen te gaan trainen. Dus laten we gewoon de training starten. Even kijken. Deze op 1 ster, die kunnen we trainen. Ik train er gewoon meteen 3 tegelijk. Zo. En dan moeten we even kijken. Wat is handig? Motivation is misschien wel handig. Dan gaan ze 10% sneller werken. Laten we daar gewoon voor trainen. Dat kost ons wel 15.000. Maar ja, we trainen wel meteen 3 mensen tegelijkertijd. Dus dat is wel handig. Dus we starten de training. Kost me 15.000. Maar ja, dat valt nog wel mee. Oh nee, 25.000 kost me. Maar dat valt nog wel mee, die prijs. Dus laten we die training starten. Dan gaat iedereen, zoals je kan zien, naar de trainingskamer. En dan gaan ze eens eventjes getraind worden. En dan hebben we ook meteen onze challenge gehaald. Want we moeten letterlijk 3... personeelsleden trainen en we doen het nu eigenlijk alle 3 in 1 keer. Dus dat is eigenlijk ideaal. Nice. We laten heel even de berichtjes die ik heb staan even staan. We kunnen hem wel promoten. Oh ja, we hadden natuurlijk de Clown Clinic Challenge gehaald. 25% happiness erbij. Blijheid en nog 10 cash. Dus dat is wat chill. Circus Incident laat ik heel even staan. Ga ik nog niks mee doen. Doe ik zo meteen wat mee. We gaan heel eventjes eerst wachten tot deze klas voorbij is namelijk. Dat duurt nog 21 dagen. Oh, zijn... oh, hij is niet veranderd in een normaal persoon. Nee! De clown is niet veranderd. Het kan niet altijd goed gaan, hè? Deze vent zal voor heel zijn leven een clown blijven. Er is niks meer aan te doen, gewoon. Het is wel een beetje zielig. Hij had een 66% kans van slagen. Dus het is wel natuurlijk een beetje zielig geworden. Oh, er zitten veel mensen te wachten, jongen. Oh. Wajo. Ik weet wel waarom er zoveel mensen te wachten. Omdat we natuurlijk deze mensen allemaal aan het trainen zijn. Dus we laten heel eventjes de queue wat voller lopen. Dan kijken we heel eventjes hoe dit gaat. En we hebben een goal gehaald. 100 patiënten genezen. Wow. We kunnen ook onze rewards claimen, zo te zien. Zullen we dat eens even doen? Snel. Even tussendoor. Rewards. Even kijken hoor. Oh kijk, we kunnen dingen collecten. Oh, 100 cash krijgen we daarvoor. Nice. 1 miljoen dollar hebben we al verdiend. Daar krijgen we ook 100 voor. Oh, dat is wel dope. Kijk, dan kunnen we dus via deze tab kunnen we dus gewoon rewards claimen. Waardoor we daar weer nieuwe spulletjes kunnen vrijspelen. Oh, dat is wel chill. Dat wist ik niet. Nice. Dan gaan we weer verder. Hoe gaat het met de training hier? Die moet even snel afgelopen zijn namelijk. Nog 6 dagen is oké. Dan kunnen we nog heel veel wachten. Het staat wel echt lange wachttijden nu. 5 mensen hier, 6 mensen hier. Oh, we gaan, kunnen ook weer naar de awards kijken. Ik zeg... let op. Ik zeg dat we voor de awards van dit ziekenhuis... nou, er is wel iemand doodgegaan, dus die sowieso niet. Ik zeg dat wij... dokter van het jaar... rising star... en prestige. Ik denk dat we 3 halen.
Ik ga ervoor. We gaan gewoon even kijken. Welke hebben wij gewonnen? Dokter van het jaar. Dat is één. Hebben wij ook nurse van het jaar? Oh, die hebben we ook! Oh, wauw. Die had ik niet verwacht eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Oké, nice. Chill, die hebben we ook. De derde. Rising Star, die hebben we ook. Ik zei het je. Hier, jongen. Ik zei het je, brother. Oké, goed zo. Employee of the Year verwacht ik niet. Hebben ze alle vier tot nu toe? Hebben ze alle vier tot nu toe? Oké. Okay. Nee, die hebben we sowieso niet. Het is wel iemand namelijk doodgegaan bij ons, helaas. Dus die hadden we sowieso niet gekregen. Deze ook niet. Nee, want we hebben maar één iemand opgeleid. Dus ja, die kunnen we sowieso niet krijgen. Ik verwacht wel dat we deze hebben. Nee, ik verwacht niet dat we deze hebben. Nee. En ik verwacht wel dat we het meest prestigieuze ziekenhuis hebben. Deze moeten we hebben. Serieus? Serieus? Waarom krijgt zo'n scheid ander ziekenhuis die dan? Nou, we hebben er 4 van de 8. Ik vind het mooi. Ik had wel verwacht dat we die zouden krijgen. Wel een beetje jammer dit, maar oké. Het mag. Het mag. Is niet erg. We hebben er ook nog 20.000 cash voor gekregen. Want voor elke reward die je krijgt, krijg je 5.000 cash. Dus dat is helemaal chill. Nice. De easy scan kunnen we upgraden. Die staat hier. Ho, ho, ho. Oh, nice. We hebben een sterretje erbij gekregen. Oh, dope. Gefeliciteerd. Je hebt een 1 star rating gekregen van het 2-point health ministerie. Awesome. Dat houdt in dat wij nu het Mitten University ziekenhuis kunnen gaan betreden en ook kunnen gaan managen. Dat wij het Tumble ziekenhuis kunnen gaan managen. Dat wij een reception bell hebben, denk ik. En dat wij een clown poster hebben. Oh, dat vind ik serieus leuk. Een clown poster. Die kunnen we sowieso gaan ophangen. Oké, dope. Dus we hebben weer 2 extra gebieden er eigenlijk bij gekregen op dit moment. Ook 10.000 cash en 100 kudos. Dus helemaal mooi eigenlijk. Super dope. Ik wil wel even weten wat die bel is eigenlijk. Oh, die staat er ook gewoon op. Waarschijnlijk als ze dan pauze aan het nemen is, kunnen ze, of hij in dit geval, kunnen ze bellen. En dan komt hij gewoon weer aanrennen. In ieder geval, dat hoop ik. En we hebben de poster. Wacht, hoe zit de poster eruit? Even kijken hoor. Zullen we nog wel even eentje ophangen? Hier kan er wel eentje. Oh my god, die is briljant. Boom! Je kan jezelf zien, bro! Je kan jezelf zien! Oh, hij loopt weer weg. Een beetje jammer. De cursus is ook voorbij, dus dat is super chill. Daarom zijn we dus ook level omhoog gegaan. Maar zijn de queues nog heel lang? Ja, de queues zijn nog heel lang. Dan is het denk ik, we moeten sowieso een extra GP office erbij gaan bouwen. En ik denk dat ik die gewoon hier ga neerzetten dan. We hebben er gewoon nog eentje nodig namelijk. Want het wordt te druk in het ziekenhuis. Het is alleen maar pluspunt natuurlijk als het te druk wordt. Maar het wordt ook weer niet te druk worden als je snapt wat ik bedoel. Maar ik zet er wel gewoon eentje bij zo. Hoppatee. Prullenbakje erbij. Zo. Airconditioning unit, dat mag wel. Ik weet niet wie hier gaat werken, maar die mag het wel verdienen. Zo. En een clown poster, omdat we niet net hebben vrijgespeeld. En een klokje ernaast. Zo. Hoppatee. Yes. Awesome. Dan hebben we natuurlijk wel weer een dokter ervoor nodig. Dus gaan we even inhuren. Doe maar Ossietump. Ossietump, kom jij eens even hierin. Zo. En dan gaat nu de wachtrij hier wat verlaagd worden. En die gaan dus overstappen naar hier. Moeten ze wel een stukje voor lopen. Dat is niet heel erg. Maar dan moeten we wel even goed blijven opletten of hier alles soepeltjes verloopt. En ik denk dat het ook wel binnenkort al tijd is om bij dit ziekenhuis extra gebied te gaan komen. Want je ziet gewoon hoe druk het hier wordt. Dat is best al heel erg druk. Ja. We moeten 8 patiënten voor deze challenge gaan genezen met de yeast infection. Daarvoor hebben we de clown kliniek nodig. We hebben 180 dagen de tijd ervoor. Nou ja, dat kan wel. Doe maar gewoon. Zij willen een promotie hebben, alsjeblieft. En een van onze patiënten, Hannibal Purrywinkle, is gestuurd naar de diagnosekamer. Maar ze zijn maar 62% zeker van de diagnose. Ik vind eigenlijk wel, we kunnen hem laten wachten, maar het is nu heel erg druk in het ziekenhuis. Dus ik heb geen zin om hem weer heen en weer te gaan sturen. Ik denk dat ik gewoon voor de treatment ga sturen. En dan is de gok of die 62% klopt, ja of nee. Als het niet klopt, gaat hij waarschijnlijk dood, denk ik.
Maar het is wel een gokje die ik een keertje wil nemen. We gaan hem gewoon voor treatment sturen, ja? We nemen gewoon het gokje. Ik weet nu niet wat hij gaat doen. Ja? Oké, okay, hij gaat naar de pharmacy. Oh, hij heeft maar 27% kans op genezen. Oh, dat hebben wij gedaan. Oh, dit is niet aardig. Dit is niet als hij doodgaat, joh. Oh, dat is mijn schuld nu. Dat is mijn schuld. Hoeveel wachten heeft hij voor zich? Maar eentje. Oké, dat valt mee. Dat valt mee. Ik ben benieuwd. Gaat hij het overleven? Ik zeg ja. Gewoon puur omdat ik in hem geloof, zeg ik dat hij het gaat overleven. Dan gaat hij, hoor. Hij draait rondjes. Ik ben benieuwd. 27% kans dat hij gaat worden genezen. Hij drinkt het drankje op. Moment van de waarheid. Ik zei het je! Ik zei het je! Ik zei het je! Hier, jongen! Ik zei het je! Let's go! Lekker dan! Laten we sowieso de Easy Scan bij de WF even gaan upgraden. Of ja, dan moeten we wel een janitor hebben met de skill mechanic. Ik zei het. Ik zei dat hij ging overleven. Ik wist het gewoon, jongen. Laten we heel eventjes een extra concierge inhuren. Met een skill mechanic. Bijvoorbeeld Kimmy Dandy. Mooie naam, by the way. Want dan kan hij namelijk bijvoorbeeld de Easy Scan kan die gaan upgraden. Dat is wat chill om te hebben. Wacht, jij hebt een mechanic skill, toch? Ik heb je net ingehuurd. Oh, maintenance skill. Oh my god. Ik heb de verkeerde ingehuurd. Wacht, kunnen we hem niet trainen? Mechanic. Oh, we kunnen hem trainen. Oké, dat is wel chill. We kunnen hem trainen voor de mechanic skill. dus ik ga gewoon alle twee mijn concierges die ik op dit moment heb, de trainingskamer in laten sturen. Om de mechanic skill te krijgen. Wat inhoudt dat ze dus ook de machines kunnen gaan upgraden. Ja, want dat wel handig is om te doen namelijk. Wow, 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 wow. Al die alarms, jongen. Dat zijn al die clowns die we moeten genezen. Er staat een dikke wachtrij nu. Oh my god, jongen. Oh, you kidding me. Er staat een dikke wachtrij. Al die clowns moeten we genezen. Dat was natuurlijk onze challenge. Oh, er gaat iemand dood. Oh. Ik kan er niks aan doen. Het is gewoon natuurlijk een bepaalde kans die je hebt dat mensen genezen. Wat is dit nou weer, bro? Hebben we nou echt een spook in ons... Nee. 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 We hebben een spook in ons ziekenhuis. Nee. Iedereen is er ook bang voor. Hoe je dat kan oplossen. Ik weet hoe je dat kan oplossen. Daar moet je namelijk een conciërge voor hebben. Met de skill om spoken weg te jagen. Ja, goddammit. Kijk wat die clowns staan, jongen. Holy knetter. Zal ik... Weet je wat? Ik huur gewoon nog een conciërge in. Kijk, deze conciërge, Ellie Tiger. Die heeft de skill... Ghost Capture. Oftewel, die kan die spoken dus gaan vangen. Dus ik huur er gewoon in. We hebben toch meer dan genoeg geld. Zet ik gewoon meteen ook bij de spook neer. En die moet als het goed is... Kijk, kijk, kijk. Is dat van een spook of niet? Nee, dat was gewoon vies. Oké. Okay. Je moet het spook even... Ja, ja, ja. Oh! Oh, hij gaat hem opzuigen! Yes! I have Albert Chunder gecaptured! Oh, die machine gaat bijna kapot ook. Dan gaan we eventjes een conciërge opzetten. Die moet even gerepareerd worden, want die is bijna kapot namelijk. Oh, die vind ik geniaal. Ze zuigen gewoon niet. Nou, alle clowns die worden langzaam genezen. We hebben er al 3 kunnen genezen van de 8 in totaal. Dus dat verloopt verder ook wel goed, denk ik zo. Dus dat gaat wel lekker zo door. Ik vind het helemaal mooi. Staan er nog zoveel te wachten, jongen. Oh, hij gaat ook bijna kapot nu ook, dat ding. Uh-oh, hij moet eigenlijk wel gerepareerd worden dan. Laten we er nog eentje ingaan. Ik hoop niet dat hij in de hens komt te staan. Daar moeten we wel op letten. En als hij klaar is, dan laten we hem eventjes repareren. Ja.
Oké, repareer hem. Repareer hem, repareer hem. Hij staat in HES. Please repareer hem. Ik ben eigenlijk te laat nu ook. Jongens. Staat er een brandblusser hier? Oh, oh, hij staat aan het blussen. Repareer hem alsjeblieft nu. Ja, oké, ze gaat ervoor. De klas is ook al voorbij zoals je kan zien. Oftewel, ze hebben nu allemaal de skill geleerd om ook bepaalde apparatuur te upgraden natuurlijk. Dus bijvoorbeeld de Easy Scanner kunnen we upgraden. Dat is wat chill om te doen. Die vent ging op zijn bek. Het is echt druk op dit moment, jongen. Het wordt steeds moeilijker natuurlijk. Elke keer dat je naar een ander ziekenhuis gaat, dan gaat de moeilijkheidsgraad een beetje omhoog. Maar holy knetter, er willen ook allemaal mensen promotie. Nou, dat mag, want we hebben genoeg geld op dit moment. Dus dat is geen probleem. Ik ga naar je laten wachten. Dit is weer een patiënt waarvan ze niet helemaal zeker zijn over de diagnose. Maar deze ga ik wel laten wachten. Ik ga niet weer de gok nemen namelijk. En onze challenge is om mijn machine te upgraden. Nou, daar ben ik al mee bezig. Dus deze wordt namelijk geüpgraded. Dus we kunnen die challenge sowieso wel aannemen natuurlijk. Geen probleem. De clowns die worden ook nog steeds gecured. We hebben er 5 op dit moment genezen van de 8 in totaal. Dus het gaat ook nog steeds wel lekker eigenlijk. En volgens mij kan ik mijn arcade machine kopen. Nee, ah, oh, ik kom nog 100 tekort. Ah, man. Man, ik kom nog 100 tekort. Serieus. Dat weer een beetje jammer natuurlijk. Ik weet ook niet of ik dit open wil laten of dat ik hier nog iets wil maken. Ik denk wel dat we wat extra bankjes nodig hebben. Want ik zie dat het best wel druk is. Komt ook nu door die clowns by the way. Dus het valt op zich ook nog wel mee. Een reporter wil langskomen. Ja, kom maar joh. Ik vind het helemaal mooi. Dus bloemetjes water aan te geven. Je moet nog even doorwerken bro. Kom op. Hij is helemaal moe deze gast. Hij moet nog even doorwerken. Want we moeten nog 3 clowns genezen. Voor onze challenge. Dus please blijf doorwerken. Niet in slaap vallen. Blijf doorwerken bro. Return. Nee, nee, nee. We gaan nog even aan het werk. Hij wou pauze nemen, maar we laten hem nog even doorwerken. Hij moet nog even doorgaan. Nog eventjes. Dan mag je pauze nemen. Ik hoop dat hij het volhoudt. Ik hoop zo dat hij niet in slaap valt. Hoeveel? Hij heeft nog 8% energie. Hij kan er nog eentje doen. Je kan er nog eentje doen. Oh, er komt de nieuwsreporter binnen ook. De radioreporter. Hoeveel procent energie? Nog 5%. Hij kan er nog eentje doen. Kom op. De laatste. Dan mag je pauze nemen. De laatste. Houd nog even vol. 3% energie. Als hij in slaap valt, hè. Oh, ik heb hem nog nooit meegemaakt ook. Ik ben benieuwd, want hij gaat in slaap vallen. Sowieso. Valt ze in slaap? 0% energie. Neem even een break. Neem een break. Alsjeblieft. Oh, ze valt om. Oh. Neem een break. Oh zo, nu kun je wel opeens heel snel rennen, hè? Het was net alsof, zeker. Ik heb je wel door. Jongen, 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 jongen. Oké, okay, nou, dat is wel goed zo. Nice. We hebben volgens mij sowieso de challenge gehaald. Oh, dan gaat weer iemand dood, hoor. Wordt het een spook? Ah, we hebben gelukkig kunnen we tegen dat spook. Het wordt echt druk, jongen. Weet je wat ik denk volgende keer moeten gaan doen? Volgende keer moeten wij een extra gebied hierbij gaan kopen. En een aantal extra kamers erbij gaan plaatsen. Want je ziet het, het wordt gewoon echt heel erg druk in dit hotel. Dus het is wel handig om daar eventjes voor te gaan zorgen. Maar dat kunnen we volgende keer weer gaan doen. Ik check nog snel eventjes naar mijn nieuwsreports. Want we hebben sowieso de upgrade van de machine challenge gehaald. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Want dat was ook niet zo heel erg moeilijk. We hebben 8 van de 8 klinie clowns, zo ga ik ze noemen, hebben wij genezen. Dus daar krijgen we ook lekker veel geld voor, extra reputatiepunten en natuurlijk nog eens 15 kudo's. En deze laten we sowieso nog even wachten. Zo, dan hebben we alle nieuwsitems ook weer gecheckt. En dan kunnen we eigenlijk hem hier weer gaan afsluiten. Volgende keer moet ik een extra gebied erbij gaan kopen. Want ik ga het hier gewoon niet meer volhouden. Dit hele ziekenhuis staat nu vol. En je ziet ook hoe druk het hier binnen is. Maar dat komt natuurlijk ook omdat onze reputatie van dit ziekenhuis heel erg hoog ligt. Dus vandaar dat iedereen naar dit ziekenhuis toe komt. Omdat ze weten dat dit een goed ziekenhuis is. Dus eigenlijk is het alleen maar een pluspunt.
Maar we moeten er natuurlijk wel eventjes rekening mee blijven houden. En de radioreporter is als het goed is ook klaar. Hopelijk ziet ze dat spook niet. Is de radioreporter klaar? Ze gaan maar even een rondje lopen, zo te zien. Oh, ze gaan nog een kamer binnen. Oh, duimpje omhoog. Goed zo, mevrouw. Steek je duimpje maar omhoog. Ik denk dat ze klaar is, als ik eerlijk ben. Zo, het is echt druk, jongen. We hebben wel echt 440.000 cash. Dus we kunnen sowieso bouwen wat we willen. De radioreporter gaat weer weg. Dan wacht ik heel eventjes dat af. Dan kunnen we even die challenge claimen namelijk. Maar het is echt, echt heel erg druk hier binnen. Ik denk ook dat het handig is even tussendoor om extra dokters in te huren. Zodat op het moment dat de ene dokter een pauze neemt, de andere dokter die dokter eigenlijk vervangt. Als je snapt wat ik bedoel. Want nu bijvoorbeeld in bij de psycholoog zit geen psycholoog meer. Omdat die pauze aan het nemen is. En als je dan dus een extra dokter hebt, dan kan die dokter op het moment dat andere dokters pauze nemen, het eventjes overnemen. Dus ik denk dat dat wel een handig ideetje is. Dat kunnen we volgende keer gaan doen. Maar we hebben de Perplexity update gehaald. We hebben de VIP, oftewel de radioreporter, impressed. Oftewel, we krijgen 5000 geld, 5 reputatie en 20 kudos. Dus ik vind het helemaal perfect gewoon. Ik ga hem hierbij wel afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Er is heel veel werk aan de ziekenhuis. Winkel, stap, precies ja. Dus volgende keer gaan we weer verder. En bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer, mensen. Bye bye.